Welkom bij een nieuwe tutorial van Teddy B. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Printing Cut optie en dan specifiek hoe je foil toe kunt passen met die Printing Cut optie. Want we moeten natuurlijk wel goed uitkijken dat we die foil niet over de registratielijnen tapen. Ik heb daar een handigheidje voor en dat wil ik graag met je delen. Laten we overschakelen naar mijn canvas en dan gaan we snel aan de slag. Op mijn canvas heb ik een aantal onderdelen alvast klaargezet waarmee we a. een sticker gaan maken en b. waarmee ik je kan laten zien wat ik precies bedoel met de registratielijnen en tape plakken. Als eerste gaan we eens even die sticker in elkaar zetten. Ik heb hier de ondergrond en daarop wil ik de tekst Julia geprint hebben. En deze gouden lijn die wil ik er omheen hebben met folie. Dus ik ga als eerste eens even die roze... Um, cirkel ondergrond en de tekst Julia selecteren. Ik ga hem uitlijnen in het centrum en vervolgens druk ik op lagen vastmaken. En nu is dit de basis van mijn sticker. Julia en het roze gedeelte worden geprint en hij zal er omheen snijden. Nou, hij heeft even de goudkleurige cirkel laten verdwijnen, want die zit er achter, dus ik zet deze even naar achter. Dan ga ik nu die cirkel erbij selecteren en weer even alles uitlijnen in het centrum. Maar tegelijkertijd ga ik vertellen dat die cirkel die staat al op foil. Oh, nou dat is fijn, dus die hoef ik niet meer aan te passen. Dat had ik al gedaan. Mocht je dit zelf nog wel aan moeten passen, omdat hij nog op tekening staat, je vindt de foil-optie hier gewoon bij paden en dan fijn, medium of dik. Nou, ik moet wel aangeven dat ik die foil cirkel op mijn sticker zou willen hebben, dus ik selecteer ze allebei en dan ga ik naar bijvoegen. Dus dit is mijn stickersetje. Hij print dus het uh, roze zalmkleurige ondergrondje met daarop in het zwart Julia en hij gaat met uh, de foil tool gaat hij daar deze goudkleurige cirkel omheen trekken. En dat zie je hier ook mooi staan. Nou, eerst ga ik je even vertellen wat dit moet voorstellen. Dit grote witte vlak is jouw print-cut. Oppervlakte. Dat is namelijk 17,148 cm bij 23,5 cm in de hoogte. Dus daar moet ik even rekening mee houden dat ik daar binnen moet blijven. Dit blauwe vlakje is de breedte van de tapejes die meegeleverd worden met de Cricut Foil producten. Die is namelijk exact 1,3 cm breed. Dus wat ga ik nou doen? Ik moet dus rekening houden met het feit dat als ik mijn sticker hier bovenin plaats, dat die tape daar nog. Moet ik hem even naar voren zetten? Zo. Dat die tape niet over de zijrand heen gaat, want hier zitten die zwarte registratielijnen die de cricket moet lezen om te weten waar die is. Maar hij moet tegelijkertijd ook niet over het onderwerp heen gaan, want hij foilt niet door die sticker heen. Dus ik moet zorgen dat die sticker dus minimaal hier staat. Want dan is het lijntje namelijk zichtbaar. Beter is nog om een stukje verder apart te trekken. Zodat je echt zeker weet dat hij de ruimte heeft om dit te doen. Nou, dat wil ik natuurlijk ook weten. Is dat aan de bovenkant ook zo? Dus ik draai hem even. En dan zie ik dat hij dus nog een stukje naar beneden moet. Zo. Nou, en dan is dit dus de goede locatie voor mijn sticker. Nou, dit kan ik even herhalen over dit hele vlak heen. Nou, je zag maar een beetje... Klungelen met hoe ik dit moest verdelen. Dat kan natuurlijk op vele makkelijkere manieren, maar ik zat niet helemaal op te letten. Maar goed, het ging mij erom dat ik jullie ook dit wil even laten zien. Ik zet er nu een extra rij hieronder, maar dat gaat dus gewoon niet goed uitpakken. Want die tape gaat in dit geval, zoals je ziet, dan over die sticker heen vallen. Dus dat moet je helemaal niet willen. Dus haal die gewoon weg. Je kunt wel heel veel dingen willen optimaliseren om toch maar net die ene extra sticker eruit te kunnen halen uit je stickervel. Jongens, het levert je meer ellende op onderaan de streep dan dat het je daadwerkelijk die ene stikker op gaat leveren. Want op het moment dat je folie namelijk losgetrokken gaat worden, omdat jij per se die ene sticker erbij wilde, dan is je hele vel verpest en dat zou zonde zijn. Dus zorg gewoon voor dat, of dat je de afmeting optimaliseert, zodat we gewoon lekker veel op één vel kunnen. Zoals ik net al zei, mijn vel is absoluut niet optimaal, dat kan veel beter, maar het gaat mij nu even om dat ik jullie gewoon wil laten zien hoe, wat en waar. Ik hou hem dus nu even hierbij. Wat we nu gaan doen, is even dit vierkant op... Snijden zetten. Nou, dat staat hier al helemaal perfect. Ik ga alles selecteren en vervolgens ga ik op bijvoegen klikken. Dus wat er nu gaat gebeuren, is dat hij dit vel helemaal gaat printen met die mooie zalmkleurige cirkels erop en de zwarte tekst Julia. Vervolgens plak ik hem op mijn mat. Hij kan dan de zwarte registratielijnen lezen en dan gaat hij die foillijn eromheen zetten. En daarna gaat hij om de zalmkleurige lijn heen snijden. Als ik nu naar maak het ga, gaan we dat ook beter kunnen zien. Want dan zie je dit inderdaad. En doordat ik dit oppervlakte gehanteerd heb van de maximale maat, hebben we zeker te weten meer dan genoeg ruimte om die tape te plakken. Je ziet ook dat in dit ontwerp had ik mijn stickers, bij wijze van spreken, een stuk meer de hoek in kunnen plaatsen. Dan nou moet ik er wel bij zeggen. Dit stukje ruimte wat je hier ziet is niet de optimale ruimte voor je tape. Dus denk niet bij jezelf: oh, ik kan het hele vlak vol gaan gooien. Dat zou zonde zijn, want dan gaat het alsnog mis. Nou, in mijn ontwerp zou dat dus wel kunnen. Ik zou het iets meer naar de zijkant kunnen zetten en dan zou ik er dus ook meer stickers op kwijt kunnen. Maar zorg ervoor dat je minimaal tot dit stuk vrij houdt om die tape te kunnen plakken. Nou, ik neem geen risico's, dus ik laat hem zo staan en ik ga vervolgens naar verder gaan. Ik kan hem verzenden naar mijn printer naar keuze. En als ik daarop druk, dan opent hij het standaard instellingen scherm. Mijn printer staat er geselecteerd. Ik heb bleed aangezet, dus dan komt er een extra laagje inkt in dezelfde kleur omheen, zodat je geen wit gedeelte ziet mocht hij er net een fractie nasnijden. Ik heb bleed aangezet, dat is dat hij een mooi laagje inkt nog om de sticker zelf heen print. Zodat uh, mocht hij er net een fractie naast snijden, dat je geen wit gedeelte ziet. En ik gebruik altijd systeemdialoog. Dus als ik nu op afdrukken druk, dan moet ik heel even geduld hebben en dan springt mijn systeemdialoog in mijn beeld. Het kan zijn dat als dit niet gebeurt, dat hij achter je design Space scherm zit op je pc. Nou, ik zet in dit geval dat ik de beste printinstellingen wil, zodat hij het mooiste print. Ik druk op print. Hij stuurt hem naar de printer toe. En vanaf daar gaan we verder. Nou, ik heb hem geprint. Ik ga hem verbinden met mijn maker. Ik ga aangeven dat ik paper ga gebruiken. Um, het stickerpapier wat ik namelijk gebruik, voldoet perfect aan die setting om dan een mooie kiskut te hebben. Um, ik zet de druk even op minder. Um, en hij vertelt mij nu wat ik moet doen. Ik kan dus uh, mijn papier plaatsen op de mat. Vervolgens kan ik de folietool plaatsen in de machine. En daarna kan ik dus de folie ook plaatsen op de mat. Nou, ik ga hem laten snijden. En dan ga ik je eerst nu even laten zien hoe ik die folie plaats op het materiaal. Zo, wat ik hier heb is: als eerste mijn print met daarop die mooie stickertjes geprint. Makkelijk om te zien toch? En uh, die zwarte registratielijnen eromheen. Ik heb hier het stuk folie wat ik wil gebruiken, en dat past er exact omheen. Heb ik gewoon een beetje grof op maat geknipt zodat je niet je hele vel hoeft te gebruiken. Ik heb hier 12 bij 12 vel gebruikt om dit eruit te uh, knippen, en vervolgens heb ik hier ook de tapes waarmee ik dit vast kan gaan plakken. Nou, wat ik doe is. Eerst alles op de mat plakken. Want dan beweegt het daarna niet meer. Ik plak altijd gewoon mijn print linksboven in de hoek. Want de machine leest zelf zometeen de lijnen. En dan gaan we eens even die folie er plakken. Ik doe even mijn mouwen opstropen. Zorg ervoor dat de folie niet het plakkende gedeelte van je mat raakt. Want anders heb je straks een hele mooie um, gouden mat... Ik kijk even of dat ik het goed bedekt heb aan beide kanten. Links als rechts. Ja, helemaal perfect. Zo, die leg ik zo neer. Dan pak ik een stuk tape. En dan ga ik beginnen om de eerste kant te doen. Ik doe altijd gewoon de kant die het meest dichtst bij me is als eerste. En die zit er dan mooi strak op. Zo. Wat je nu kan doen, omdat hij pas aan één kant vast zit, is even kijken. Heb ik niet per ongeluk ervoor gezorgd dat hij er overheen zit? Nou, dat is in dit geval niet zo. Je mag hem wel iets ruimer nog op het wit gedeelte plakken in plaats van op de folie. Nou, wat je nu gaat doen is het stuk er tegenover als eerste plakken altijd. Want op die manier kun je het namelijk mooi strak trekken. Wat ik doe is hem een beetje boven hangen. Schuin zodat hij eerst de folie grijpt. Zo. En doordat de folie altijd een beetje licht, statisch is, komt hij altijd omhoog. En dan trek je hem strak. En dan plak je hem neer, wrijf je aan. En dan heb je eigenlijk dus altijd een mooie, strakke folie. Ik wil hem ook aan die boven- en die onderkant natuurlijk even doen. Dus daar pak ik ook tape voor. Draai mijn mat even om. En ook hier schuin. Dus in dit geval dan schuin. Met de bovenkant naar mij toe. Zo, dan laat ik hem voorzichtig de onderkant van de tape, zie je dat? Zelf pakken, aantrekken en dan plakken. Huppatee. En als hij hier dus nu zit een kreukeltje, omdat hij net niet helemaal strak ligt. Ik verwacht daar geen problemen mee. Maar je kunt altijd gewoon nog eventjes de tape voorzichtig weer omhoog halen. Dan houd je het materiaal strak. Plak je je tape vast. Probleem opgelost. Dan deze kant nog. Teepjes je schuin omhoog. In dit geval nu met de hoge kant van me af. Zodat de kant die de tape raakt. Het laagste licht zo trekken. Plakken en strak. Nou ligt dit stuk een beetje los omdat ik de tape um, ja, en scheef geknipt heb in mijn materiaal. Dus wat ik kan doen is gewoon even dit stukje loshalen. Pak ik even mijn spateltje bij. En wat ik dan doe is even met een schaartje. Dit doorknippen. Zo. En dan plak ik dit stukje tape gewoon op dit lagere stukje. Ik zie dat deze ook niet heel mooi strak is gaan liggen. Dat kan ik ook meteen even gaan helpen. Zolang hij niet krast over de folie is er niks aan de hand. Dan kun je hem gewoon herpositioneren zonder problemen. Dus ik trek nu deze hoek strak. Tape neer. En voilà. Ik ga hem nu laden in de machine. De machine gaat hem vervolgens eerst folie. De software gaat mij vervolgens vertellen dat ik dan de folie eraf moet halen en daarna gaat hij snijden. Belangrijk is dat je in de tussentijd de mat niet. Uit je machine haalt. De software is dusdanig ingericht dat hij jouw mat precies ver genoeg naar buiten laat komen. Op het moment dat hij jou vertelt dat de folie eraf moet, zodat jij er goed bij kan, maar dat hij wel vast blijft zitten in de machine. Haal hem er ook nooit tussentijds uit, want dan gaat je project mis. Nou, en dan hebben we hier na het snijden en het weghalen even van dat binnenvlak de stickers. En je ziet, ik heb een beetje lom gedaan, dus ik had deze gescheurd. Maar als we er een sticker afpakken en die even in beeld brengen, dan zie je, even goed mikken, zo, dat hele mooie glansrandje erop zitten. Zie je dat? Dus wat dat betreft, die folio tool werkt echt perfect. Nou ja, en welke details jij dus allemaal wilt foilen op zo'n sticker? Uh, ik heb nu alleen het randje gedaan. Ik had natuurlijk ook de naam nog foilaccenten mee kunnen geven. Dat is allemaal een kwestie van je ontwerp aanpassen. En daar ga ik ook zeker meer van laten zien in de komende weken. Ik hoop dat dit voor nu duidelijk was: dat je dus in ieder geval die ruimte moet gebruiken voor het maken van je sticker. Zodat hij ruimte heeft, dat hij de folie goed vast kan houden, dat hij niet de zwarte lijn bedekt en tegelijkertijd dat hij ook niet over je ontwerp heen loopt. Zodat je niet hoeft te foilen over de sticker heen, want dat gaat namelijk niet goed. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het me vooral weten. Zet ze hieronder in de comments op YouTube of stuur me een mail op mail.tdb.nl. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer!